Hallo allemaal en welkom terug. Wat? Twee video's op één dag? Ik verveelde me stierlijk en ik wilde irritant doen. Dus ach, waarom niet? Vandaag is dinsdag 14 april 2020. En dit is dag 31 van de Zombie Apocalypse. Zombie Apocalypse Day 31. Het is absoluut afschuwelijk. 31 dagen in zelfisolatie. En die zelfisolatie, die quarantaine, die lockdown, die gaat voor ons door. Zeker tot 11 mei. Dus dat wil zeggen dat we nog een hele maand moeten. En het is nu al niet leuk meer. Mijn naam is Vidioot en ik ben een diehard fan, een echte fanboy van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema, de allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld, of all time. Ik begrijp uit de recente krantenberichten in het Parool dat burgemeesters van grote steden in Nederland toegang willen tot Europese fondsen. Want ze lopen heel veel belastingen en allerlei andere inkomsten mis. En dat verloopt niet altijd helemaal perfect. Hier zie je het beter. Ik zeg, dit is een leukere foto. Wow. Deze is geen. Ik begrijp er niks meer van. Wij ook niet, mevrouw de burgemeester. We worden er gek van. Ik ben ongeveer dezelfde leeftijd als burgemeester Halsema. Zij heeft twee kinderen, wij hebben er één. Maar die zijn ook min of meer dezelfde leeftijd. En ja, ik ben niet zo'n sociaal dier. Ik ben echt niet iedere avond op stap en honderden afspraken per maand en iedere week uit eten. Helemaal niet, helemaal niet. Ik vind het prima om binnen te zitten, is lekker goedkoop. Ik vind Amsterdam veel te druk en veel te duur. Maar nu ik binnen moet zitten, mevrouw de burgemeester, word ik er helemaal gek van. Ik wil naar buiten, ik wil naar buiten. Een beetje na zitten denken over wat ik ga doen als ik straks weer naar buiten mag. En ik heb besloten, dan ga ik een hele dag naar Spaarnwoude met die hond, naar het bos. Dat ga ik doen, gewoon op mijn gemakje, in mijn eentje, met een rugzakje, met lunch mee en iets te drinken. En mijn koptelefoon en een bal en een haring, zodat ik hem vast kan slaan in de grond. Dan ga ik de hele dag naar het bos met het arme beest. En dan zoek ik een plekje op waar geen mensen zijn. We duiken er een beetje in. Dit is de score van vandaag. Ja, toch helaas weer meer dan 100 mensen overleden. Te weten 122. En toch 210 mensen naar ziekenhuizen. Dus dat is minder. En toch nog steeds ja, een gigantisch aantal nieuwe besmettingen gemeld. Ik hoopte dat we permanent onder de 100 zouden blijven hier. Maar dat lukt niet echt heel goed. En er zijn nu bijna 3000 onschuldige Nederlanders jammerlijk overleden aan deze vreselijke ziekte. Het is absoluut afschuwelijk. Wereldwijd is het nog vele malen erger. We zitten nu aan 120.000 doden. En dat zijn er morgen heel veel meer hoor. Morgen zitten we op 124.000. En we zitten nu aan 1,9 miljoen besmettingen. We zitten morgen aan meer dan 2 miljoen. Johns Hopkins update hun cijfers pas ergens vanavond. Dus bereid je voor op nog heel veel meer slecht nieuws. Ik snap er niks meer van. Ik snap er niks aan. What the fuck? Ja, ik ook. Ik ook, what the fuck. Wat ik een beetje om me heen heb gemerkt in de media, is dat beroemde mensen en bekende mensen en celebrity mensen, en dat zijn mensen in sport en entertainment, die gaan allemaal als wilde imbecielen online. En die gaan allemaal aan iedereen uitleggen wat ze thuis aan het doen zijn. Weet je wel, zo, nou, nu ben ik eieren aan het kloppen. Oh, je bent eieren aan het kloppen. Leuk, ja. En er is een Amerikaanse, wat is hij? Hij is een producent en schrijver. Hij heet Seth MacFarlane. Hij is bekend van Family Guy. Hij is bekend van American Dad. En die deed een interview met een andere celebrity. Te weten, Bill Maher. En hij zei tegen Bill Maher, nou, ik zal nooit meer kritiek hebben op mijn housekeeper, weet je. Die doet de vloeren, die doet de lakens, dat is helemaal nieuw voor hem.
hij zat er net zo bij als onze burgemeester van, what the fuck? Hoe moet ik dat doen, vloeren? Hoe moet ik dat doen, lakens verschonen? En Bill Maher zegt dan tegen hem, oh, ik heb mijn lakens al een week niet verschoond. Want ja, die weet ook niet hoe dat moet. Dus zeer vermogende, bekende mensen gaan online en leggen dan een beetje uit hoe ze zich door dit heen vechten, deze coronacrisis. En dat doen ze met, weet ik niet, ben je uitleggen wat ze thuis doen. En toen zat ik na te denken, dat kan ik ook, maar beter. En ik moet het natuurlijk ook min of meer doen, want ik ben ook een beroemdheid. Ik ben ook een bekende Nederlander, ik heb een razend populair YouTube-kanaal, wat helemaal storm loopt. Dus mensen willen, ja, wij krijgen heel veel vragen van, goh, hoe doe jij dat, die coronacrisis? Hoe doe jij een maand binnen zitten bij de zombie-apocalypse? En ik heb geen housekeeper, ik weet wel hoe ik zelf vloeren moet doen. En lakens verschonen, dat kan ik zelf ook allemaal. Dus ik heb een flowchart heb ik gemaakt. Kijk hem even rustig naar. Ik laat hem wat langer in beeld. En dit is een beetje hoe wij de dag doorkomen. Wie zijn wij? Nou, wij zijn papa en dochter, zeg maar. En ik ben ongeveer haar leeftijd, rondom de 50. En het kind is rondom de 15. En wij zitten al een maand binnen. Ja, en dit is mijn flowchart. Let op, die flowchart is voor mij. Het is niet voor het kind. Dit is mijn flowchart. En hoe ik hem een beetje heb uitgewerkt is, kijk, er is een coronapandemic. En de enige manier waarop ik daar doorheen kom, is met een strak schema. Want ik moet binnen zitten, et cetera. Ik zou dit ook lockdown Amsterdam kunnen noemen. En alleen maar uitleggen hoe ik door die lockdown heen kom. Maar ik heb besloten om het beestje bij zijn naam te noemen. Dus ik heb een heel strak schema. Kijk, zien we hier een klein stippenlijntje gaan. Dit is een soort, ja, geheugensteuntje. En het geheugensteuntje is stay cool. Ja, dus we gaan deze coronapandemic met dat strakke schema, daar gaan we doorheen knokken. Maar we gaan wel gewoon kalm blijven. We gaan niet lopen flippen in de supermarkt. Waarom heb je geen toiletpapier? Waarom moet ik? Want ik zie mensen, ja, niet één keer per dag, zo erg is het niet. Maar toch wel een paar keer per week zie ik iemand helemaal flippen in de supermarkt of in het park. Of wachtend op een tram. Het is natuurlijk heel heftig om opgesloten te zitten in je eigen huis. En te zien dat dingen die je wil hebben er niet zijn. Dus ik heb besloten, ik ga me niet gek laten maken. Ik blijf kalm. Let u op, mevrouw de burgemeester. Tight scheduled, strak schema. En dat strakke schema bestaat voor mijzelf uit zelfisolatie. Ik ga niet met mensen in de buurt zijn, want dan krijg ik straks die enge ziekte. Maar ook, stay healthy. Ik moet niet iets anders krijgen. Ik moet niet mijn been breken of zo. Of weet ik veel, gewoon ziek worden, buikgriep. Want dat kan ik me echt niet veroorloven. Ik moet de boel op de rails halen. En dan is er een soort overarching principle. En dat is, ik moet die teenager een beetje managen. Want anders doen ze de hele dag niks. Liggen ze gewoon alleen maar in hun bed te Netflix en te stinken. En dat ga ik allemaal doen terwijl ik gewoon cool blijf. Ik ga me niet gek laten maken. Ja. Oké, nou dat strakke schema. Hier, ik ga een pijltje verder naar beneden. Dat heb ik uitgewerkt in 4 tijdvakken. We hebben een tijdvak van 4 tot 9. Dat is van 4 uur 's morgens tot 9 uur 's morgens Nederlandse tijd. Dan hebben we een tijdvak wat loopt van 9 tot 1. Dat is van 9 tot 1 in Nederlandse tijd. Dan is het een tijdvak. Dat is het tijdvak waar we nu min of meer in zitten. Dat loopt van 1 uur tot 6 uur. En dan is er het afsluittijdvak. En dat loopt van 6 uur tot zolang als ik het volhoud. En de reden waarom ik dat gedaan heb is omdat dat lekker overzichtelijk is. En ik heb besloten te gaan leven als een robot. Zodat ik in zelfisolatie kan blijven, zodat ik gezond kan blijven, zodat ik ervoor kan zorgen dat die teenager een beetje manageable blijft. En ik blijf kalm, ik laat me niet gek maken. Let u op, mevrouw de burgemeester, echt wel serieus. Dit GGD zou hier trots op zijn. We gaan beginnen
bij de ochtend. Die loopt wat mij betreft van 4 uur 's morgens tot 9 uur 's morgens. Daar zit wat variatie in, weet je wel. Het komt niet op precies minuten aan. Het is niet alsof alarmen afgaan. Maar er zijn twee dingen die meteen moeten gebeuren. Dat is, ik moet zelf schoon worden en ik moet dat huis schoonmaken. Dit doe ik niet altijd in deze volgorde. Soms ga ik eerst clean the house en daarna pas clean myself. Nee, dus eerst de keuken opruimen en alle vloeren dweilen en noem maar op. En daarna pas douchen. Of eerst douchen en daarna alles opruimen, et cetera. Dus misschien even belangrijk om op te werken, mevrouw de burgemeester. Eten, dat hebben we hier even allemaal niet in opgenomen. Ik ga net zo'n flowchart maken over dieet. Ik wil het nu gewoon even over huishoudelijke taken hebben. Hoe je ervoor zorgt dat je niet helemaal gillend gek wordt. Dus dat je tussendoor eet en poept en andere dingen doet. Dat spreekt even voor zich. Dat moet ik nog uitwerken. Moet ik nog uitwerken in een andere flowchart. Komt eraan. Dus zorg dat ik zelf wakker ben en aangekleed en schoon. En zorg dat het hele huis schoon is. En dat doe ik min of meer. Van 4 uur 's morgens tot 8 uur 's morgens. En dan om 8 uur 's morgens sta ik bij die supermarkt. Ik ga gewoon iedere dag alles vers halen. Dan hoef ik iedere dag maar een kleine portie te halen. En dan weet ik zeker dat wat ik haal, dat hebben ze. Want ik ga niet een hele vrachtwagen vol met eten halen. En ik ga dan naar binnen als er niemand is. Ja, dus gebeurt soms wel dat de dingen die ik wil, die hebben ze net niet. Jammer, dan heb ik ze de volgende dag. En deze, walk the dog. Dat laten we over naar die teenager. Die schop ik aan bed uit rond een uur of 7. Dat gebeurt wel met een alarm. Ja, zag het dan die hond uitlaten. Dus die ochtend die is afgetikt. Ik heb van 4 tot 7 voor mezelf. Om dit hele huis op te ruimen. Dan schop ik dat kind de straat met die hond. En als dat kind terugkomt en ik ga die boodschappen doen. Met een masker op en handschoentjes aan. Terwijl ik heel veel afstand hou van iedereen. Dan ruimt zij haar kamer op. Dus zij doet clean room, clean zimmer. Maar dat heb ik hier niet bijgezet. Weet je, maar dat valt onder dit takenpakket. Dat is de ochtend. En wat we dan hebben is, ja, ik ben terug binnen rond een uur of 9:15 koelkast inruimen, weet je. En dan kunnen we rustig wat eten, het huis is schoon, et cetera, et cetera. Dus dat is dat ochtendblok. Dan gaan we naar de naochtend, begin van de middag. Zodra ik wat gegeten heb, duik ik dan. Kijk, opschrijf hier. Laundry, dus dat is de was. Alles moet gewoon schoon. Alles in die machine en die machines draaien. Daarna doe ik graag wat, ik weet niet wat u ervan vindt, maar ik doe graag mijn administratie in de ochtend. Want dan moet ik mails beantwoorden, andere dingen doen. Een hoop daarvan is ook sociaal natuurlijk. Vrienden, familie en collega's, waaronder mensen in het buitenland die dolgraag willen weten hoe ik als wereldberoemde YouTuber met dit razend populaire kanaal door die coronapandemic heen kom. Hoe ik dat tight schedule weet te bewaren. Hoe ik die zelfisolatie ervaar. Hoe ik gezond blijf. Hoe ik die teenager manage. En hoe ik vooral rustig blijf. Dus wat administratie, weet je. Mails beantwoorden. Ook mails van fans. De burgemeester. Ik snap er niks meer van. What the fuck? Ik snap er niks van. Ik ook niet. En dan is er, ja, zo'n beetje tegen hier ergens in dit stuk zit meestal wel 2 keer die hond uitlaten. Weet je, dat we hem doen om 1 uur of 10 en nog een keer 's middag rondom de lunch. Dat is ook prettig voor hem, doen we een kort loopje. En wij zoeken dan geen park op. Parken vermijden wij als de pest, mevrouw de burgemeester. Wij pakken dan een weiland, gewoon gras waar niemand is. Laten we het daarop houden. En dan krijgen we het tweede deel van de dag. We zijn al een goed tijdje bezig. En dat is dan het volgende tijdvak. Dat is dan van 1 tot 6. En wat ik dan doe is communication. Comms, communication. Dan neem ik videocontact op. Met getrouwen en ingewijden. Familie en vrienden. Hey, hoe is het met jullie? Vervel jij je ook zo stierlijk? Zit je ook helemaal in die coronapandemic, in self-isolation. Hoe zit het met jouw tijd schedule? Wat zijn jullie aan het doen? Hoe gaat het ermee? Weet je wel? Blijf jij cool? Blijf jij kalm? Dan doe ik ook entertainment, want dan ben ik het wel helemaal goed zat, de hele dag binnen zitten.
Dus dan probeer ik iets doms te krijgen. Oude meuk, want er komen geen nieuwe films, geen nieuwe series uit. Of praktisch niet. Maar het is wel leuk om de oude klassiekers te kijken. Ook dingen uit mijn jeugd. Dus dat vind ik hartstikke leuk. Nou, rond een uur of twee, mevrouw de burgemeester, dat is wel echt heel belangrijk. Rond een uur of twee, zeg maar, waar we nu zitten. Dan ga ik aan het bier. Dan gaat het bier open, dan wil ik koud bier, want dan zit ik de hele dag binnen niks te doen. Niks doen. Ja, deze bokjes afwerken, maar dan wil ik gewoon wel een koud glas bier. Dat heb ik dan echt wel verdiend. En dan aan het einde van die rit, ja, zo rond het avondeten, zeg maar, rond de uur of zes, nog een keer dat kind de straat op schoppen met die hond. Dat probeer ik hier dus ook twee keer te doen. Hè. Dus op die manier bereik ik dat ze 1, 2, 3, 4 keer die hond uitlaat. En terwijl ik die boodschappen doe, maakt ze er ellende schoon. Het is manage the teenager van dat onder. Dat zijn de overarching principles. Zelfisolatie, blijf gezond, manage die teenager en hou in je achterhoofd, stay cool. Ja, dus dat is mijn derde tijdvak, zeg maar. Communicatie, entertainment, bier en walk the dog. En dan het einde van de dag, zeg maar, de avond. Van 6 tot hoe lang ik het volhoud, dat is meestal niet zo lang. Ik ga vroeg in bed, want ik moet de volgende ochtend ook weer. Let u op, mevrouw de burgemeester. Ik snap er niks meer van. Ja, ik vind het juist heel overzichtelijk. Weet je, want ik moet weer op om 4 uur. Dus dit kan nooit zo laat worden. Wat ik dan s'avonds probeer te doen, dan heb ik wat bier gedronken en dan vervel ik me echt stierlijk, is iets educatiefs. Dus bijvoorbeeld, weet ik veel, het leren van het spel Go. Of goede lezing over immunologie. Of een boek wat ik amper begrijp. Iets in die richting. Iets wat een klein beetje mijn brein stimuleert. Dus geen entertainment. Geen entertainment. Dan plan ik de volgende dag. Nee, want ik moet weer al deze blokjes door. Dus ik moet weer allemaal dingen daarin. Er zitten allerlei extra klusjes en kleine losse dingen die niet zo relevant zijn voor de vele en vele kijkers en luisteraars van dit kanaal. Dus ik plan die volgende dag. Dan maak ik dat huis nog een beetje schoon. En dan is er een laatste walk, the dog. En dan gaat hier de deur op slot. En ja, het is een beetje leven als een robot natuurlijk. Maar dat is wat voor mij werkt gewoon. Dat werkt voor mij heel prettig. Want ik wil per se niet ziek worden. En stay cool. Ik wil niet knettergek worden dat de muren op me afkomen. Dus ik probeer het een beetje op te delen. En ik vind het prima om een tijdje als een robot te leveren. Dit is hoe mensen ook leven in gevangenissen min of meer. Die hebben alleen andere taken hier staan. Niet walk the dog. Dat mag niet. Of misschien betekent het iets anders in de gevangenis. Maar die hebben dit soort dingen niet. Maar die hebben ook dat soort schema's. De mensen in inrichtingen, die hebben ook dat soort schema's. Mensen in inrichting, alleen die managen geen teenagers. Maar die zitten wel in zelfisolatie en stay healthy. Dus er is wel wat overlap. En weet je, ja, ik heb het idee dat als dat voor die mensen werkt, mensen die ernstig verward zijn of ernstig gewelddadig of andere problemen hebben. Mensen die je moet beschermen tegen de maatschappij en een maatschappij die tegen die mensen beschermd moet worden. Als dat voor hun werkt, ik had zoiets van, dat werkt dan ook voor mij. Nou, deze flowchart is misschien een beetje overdreven. Dus echt mensen denken van, goh, je bent wel heel obsessief bezig. Ja, nou ja, het werkt wel al 31 dagen. En met dit soort leuke boxjes erbij en zo, valt het ook beter uit te leggen aan zo'n teenager. Er zit natuurlijk variatie hierin, weet je wel. Je hoeft niet altijd alles op volgorde te doen. Wat ons betreft is wel altijd het einde van de rit walk the dog, behalve 's morgens. De dog gaat er eerst uit, 7 uur. En daarna de supermarkt gaat pas open om 8 uur. Weet je, dus je kunt deze boxjes een beetje omgooien. Wat lekker voor je werkt. Je kan natuurlijk ook zelf allemaal dingen invullen. Maar dit is mijn flowchart. En dit is hoe ik als YouTube-beroemdheid door die coronapandemic heen kom, door deze lockdown in Amsterdam, in mijn bunker, vooral stay healthy, stay cool. En al deze taken weet ik dagelijks te completeren. Ik kan zeggen, ja, dat is heel makkelijk, je hebt verder niks anders te doen, jij hoeft niet te werken. Nou, ik wil dolgraag werken,
Maar dat zit er niet meer in. Mevrouw, ik snap er niks van. Nou, zeg maar, alles is ineens failliet uitgaan. Ze zitten niet echt te wachten op ZZP'ers. Dus ja, je moet je tijd een beetje nuttig besteden ook. Dus vandaar dat ik de tijd had voor deze flowchart. Ik heb hem helemaal uit zitten denken. En ik heb hem inmiddels gedeeld natuurlijk met miljoenen en miljoenen kijkers die dit kanaal volgen. Dit is de mijne. Ik zou zeggen, deel je mening. Hè? Geef commentaar. Dat kun je doen in de comments sectie. En zeg van, ja, ik vind dit het domste wat ik ooit gezien heb. Of, hey, wat handig, hier heb ik wat aan. Of verder weet ik veel wat voor mening je kwijt wil. Dit is hoe ik mij hier doorheen vecht. Want ik vind dit allemaal razend irritant. En dit is hoe ik mij hier doorheen vecht. En ja, ik begrijp er niks. Ik begrijp er niks meer van. Ik begrijp er ook niks meer van, mevrouw de burgemeester. Maar ik moet wel nog een hele maand, minimaal. En ik vermoed dat het heel veel langer wordt dan die maand. Want bij mij is het glas een beetje half leeg. En deze flowchart, ja, ik ga nog wel andere. Ik ga er meer maken. Ik ga er ook eentje maken met eten en exercise erin. Want dat doe ik ook nog hier tussendoor allemaal. Maar dit is een beetje de overarching. En misschien ga ik allemaal kleine sub-dingetjes hier tussenin zetten weer. Kleine blokjes. Dan wordt het een hele drukke flowchart. Ja, daar worden mensen meestal helemaal gek van. Of ik maak er een aparte flowchart van. Daar ga ik nog een beetje over nadenken. Dit, kom op terug. Kom op terug. Lieve mensen, dit is How to Survive a Zombie Apocalypse. Tips and Tricks from the Bunker in Amsterdam. Les 1 of aflevering 1, een beetje. Ik zal wat meer tips en tricks geven. Die je zonder meer kunnen helpen om er vooral voor te zorgen dat je niet knettergek wordt. Weet je, stay cool, zelf isoleren, stay healthy. En in hemelsnaam laten we die teenagers managen, want anders wordt het een teringzooi. Dan kan de burgemeester een beetje over meepraten. Die teenager, die ene teenager van haar, die... Nou ja, goed, daar is wel genoeg over gezegd en geschreven, denk ik dan. Lieve mensen, dat was hem weer. Blijf gezond en tot de volgende keer.